Veel scholen in de regio West-Brabant en Zeeland investeren tijd en geld in verschillende manieren om talent bij leerlingen te stimuleren. Vandaag krijgen we een impressie van talentontwikkeling op het Norbertus College in Roosendaal. Onze school is een HVVO-school en wij vinden talentontwikkeling heel erg belangrijk bij onze leerlingen. In die zin dat wij vinden dat wij als school de taak hebben om naast het reguliere programma wat toeleidt naar een diploma, ook een ander aanbod te geven. Uitgangspunt is, elk kind wat hier binnenkomt heeft talenten. En wij hebben samen de mooie opdracht om te kijken naar hoe je die talenten kunt ontwikkelen. Daar proberen we op diverse manieren uiting aan te geven bij dat. In de VWO Plusbrugklas, daar besteden we al behoorlijk wat aandacht aan talent op het gebied van, laten we maar zeggen, problemen oplossen, wetenschappelijk denken, intellectuele ontwikkeling. En met name ook talentontwikkeling op het gebied van het onderzoeken leren en waar wil ik zelf meer over weten, waar wil ik verder in komen. In die plusklasse hebben we ook aandacht voor Engels Plus, dat is Cambridge Engels, met als doel dat de leerlingen het examen advanced halen of zelfs proficiency. En dat staat gelijk met de native speaker, dus dat is een redelijk hoog niveau. Een van de leerlingen in de VWO Plusklas die ook Cambridge Engels volgt, is Simone. Het is wel een bewuste keuze. Ik denk dat het wel een beetje in mij zit dat ik alles eruit wil halen wat erin zit. En ja, dat wil ik dus ook doen met school. Dus zoals de keuze best snel gemaakt dat ik VWO Plus wilde doen en niet het gewone VWO. Ik denk dat de Cambridge lessen Engels verschillen van de gewone lessen in dat sowieso het niveau een stuk hoger ligt. Andere boeken en de hele lessen worden op een andere manier vormgegeven. We zijn heel erg bezig met het verbreden van vocabulaire op proficiency niveau. En vandaag in de Engelsles hebben we bijvoorbeeld met onze smartphones gewerkt aan een werkwoordsoefening online. Dat we de antwoorden gelijk kunnen zien, dat het praktischer is. In ons privéleven zijn we ook non-stop bezig met dingen zoals tablets en telefoons. Die tijd en moeite er graag in, want ik denk dat zeker zo'n Cambridge diploma wel van meerwaarde is, later ook. Steeds meer opleidingen zijn internationaal georiënteerd, zijn soms volledig in het Engels en heb je voor een toelating zo'n diploma nodig. Dus als je zo'n diploma niet op je middelbare school hebt gehaald, moet je daar zelf nog achteraan op je 20ste, 22ste. De samenleving verandert, de leerlingen veranderen. Wij moeten ook mee veranderen. Uiteraard veranderen leraren ook. Op het moment dat je nu iets doet en je doet over 10 jaar nog precies hetzelfde, nou, dan moet het leven toch wel heel erg saai zijn. Dus ook vanuit het welzijn van onze docenten is het van belang dat ze hun vak bijhouden. Dat ze zichzelf ontwikkelen en dat ze leuke dingen blijven doen met hun vak. Want docenten die iets leuk vinden, die stralen dat uit. En dan vinden leerlingen het ook leuk. Als je vraagt aan leerlingen, waar leer je het meest van? Dan zeggen ze een docent met passie. Een docent die gaat voor zijn vak. Een docent die enthousiast is. En daar doe je een leerling het meest recht mee. Een docent die kijkt naar een leerling en denkt, hey, jij bent goed in mijn vak. Wil jij daar niet iets mee? Die vervolgens met die leerling daarover in gesprek gaat, die weet de juiste snaar te raken bij die leerling. En als management heb je daar eigenlijk alleen maar de rol van faciliteren in. Zorgen dat het mogelijk is. Dat betekent dat je dus hun doelen, hè, dat wat ze willen, dat je daarachter moet staan. Dat je de gelegenheid moet geven dat mensen tegelijkertijd kunnen vergaderen. Dat als ze bepaalde boeken, bepaalde scholing nodig hebben, dat je zegt, nou oké, daar zijn middelen voor. En dat is heel belangrijk, dat geldt voor leerlingen, dat geldt ook voor docenten, dat het ook mogelijk moet zijn om af en toe zo eens een keer een fout te maken. Als je nooit fouten mag maken, ga je ook niks uitproberen. Dus dat betekent dat je moet zeggen, joh, begin eraan. Wij weten geen van allen waar het eindigt. Want we kunnen niet in de toekomst kijken, maar we geloven erin, we gaan ervoor. En als het eens een keer fout gaat, dan kijken we waar het fout gegaan is, we kijken hoe we ervan kunnen leren en we gaan weer verder. En als je dat doet, dan begint het vanzelf te lopen.
Je moet ervoor zorgen dat ze datgene wat je behandelt, dat dat voor hen levensecht is. Dat het relevant is om ermee bezig te zijn. Kijk, als wij bepaald gedrag bij leerlingen willen zien, als wij het hebben over van we willen graag dat ze creatief zijn en we willen graag dat ze met eigen ideeën aankomen zetten of initiatief nemen, ja, dat is mooi, maar dat betekent ook dat je ze daar dan de gelegenheid voor moet geven. Vaak hebben we het erover en zouden we dat graag willen zien, maar vanuit een eigen onzekerheid ontwikkelen we een programma waarbinnen die ruimte eigenlijk niet bestaat. En dan ga je dat dus ook niet zien. Dan geef je ze niet de gelegenheid om dat te ontplooien, dat te tonen. De theaterproductie De Proms behoort al jaren tot de traditie van de school. Ik werk al 6 jaar op een Amerikaanse college als docent Nederlands. Maar daarnaast ben ik ook actief betrokken bij het organiseren van De Proms. Ik heb zelf ook op het Norbertus College gezeten en heb zelf ook altijd deelgenomen aan deze avonden. En hier heb ik ook eigenlijk ontdekt dat zingen wel echt mijn passie was. En ik ben docent Nederlands, maar daarnaast heb ik ook nog enige tijd aan het conservatorium gestudeerd. En daardoor is er altijd affiniteit gebleven met zingen. Het is een hele uitdaging voor jezelf als docent, maar dat maakt het ook zo leuk, want je stelt jezelf heel kwetsbaar op. Ja, ze horen jouw stem, ze horen je zingen, ik stuur ze oefenbestanden toe. Dus je moet je helemaal geven om samen iets te kunnen bereiken. En ook om voor die leerling die drempel zo laag mogelijk te maken, moet ik ook laten zien dat er bij mij eigenlijk ook geen drempels zijn om voor ze te zingen. Dat was in het begin wel heel erg moeilijk. Maar ik doe het nu al 6 jaar en je merkt ook dat er gewoon kinderen zijn die komen elk jaar terug om te zingen. Je hebt soms met leerlingen een hele andere, ja, een heel ander contact tijdens die uurtjes dat je samen zingt. Veel persoonlijker en ja, dat kan je soms ook wel helpen tijdens de gewone lessen. Om ze beter te benaderen of juist te zien van oh, ik ben niet zo goed in mijn vak, maar je hebt geweldig veel talent voor iets anders. En dat is heel leuk. En dan voelen leerlingen zich ook echt gezien en gewaardeerd. En dat is bijzonder. Mijn passie is toch echt wel zingen. En ik doe voor de 3e keer mee aan de Proms. Ik doe nu ook al 9 jaar mee aan Hofplein Theater. En daar zing ik ook heel veel. Was ik heel, heel zenuwachtig op het podium. Echt heel erg. Dat ik gewoon bijna niet durfde en heel erg nodig moest plassen. Maar ik heb een aantal musicals gedaan met Hofplein. En dan ook al 2 keer De Proms. En ik ben gewoon echt gewoon niet meer zenuwachtig. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik speel piano sinds ik 8 ben, denk ik. En ik ga dit jaar de koor begeleiden. Dat doe ik al een aantal jaren. En het is altijd een hele leuke groep mensen. En uiteindelijk maak je dus een voorstelling met z'n allen waarin iedereen cultureel bezig is op een andere manier. En ik vind het heel leuk om daar aan te mogen bijdragen. Of misschien wel gewoon in Roosendaal zelf zie dat tijdens een voorspeelavond van een muziekschool of bij een braderie een leerling zie zingen. En dat hij dan daarna benaderd wordt van hey, zou je niet eens een keer mee willen doen? Zou je niet een steentje bij willen dragen? Ja, dat gebeurt ook wel eens, ja. In zeg maar het Proms-team, Proms-familie, maakt het eigenlijk niet uit of je leraar bent of jong bent, net op school zit of echt al jaren meedoet. Eigenlijk zijn we allemaal heel hecht en ja, er is echt gewoon een hele goede sfeer bij de Proms family. We streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen mee te laten doen, maar we willen leerlingen ook beschermen voor zichzelf. Dus als we zien van nou, dit moet je nu nog niet proberen, dan geven we ze tips mee om thuis te kunnen oefenen. Als er geen Proms was, dan, ja ik weet niet, dan had ik het gevoel dat ik mezelf minder zou kunnen uiten en niet kon laten zien wat ik zeg maar kon. Ik vind het ook wel
Ik vind het heel spannend om mee te doen aan een proms, omdat dan de hele school het ziet. Maar het is ook wel fijn om dan een beetje je kwaliteiten juist te laten zien. En zo van, dit kan ik. En dat is ook wel echt een leuke kans. Soms ongemotiveerde leerlingen spreken. En dan vraag je, wat doe je thuis? Die zitten thuis uren achter de computer filmpjes te maken. Dan denk je, hé. Of die hebben er zijn er al die een eigen bedrijfje hebben. Die op school kennelijk niet zo heel erg veel doen, maar die hebben wel een eigen bedrijfje. En die verkopen dan, laat maar zeggen, ik verzin het nu ter plekke, plakbandrollen. Want als een gat in de markt. Blijkbaar hebben ze een talent wat ze leuk vinden om mee bezig te zijn. Dus de kunst is om die leerlingen, om die gevoelige snaar bij de leerlingen te raken. Daar hebben wij als school een taak in. Natuurlijk verwacht je wel van die leerling dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. We zeggen ook, die extra programma's zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat betekent ook dat als je eraan meedoet, er wordt van ouders ook een extra bijdrage, financieel gevraagd overigens, voor al die extra programma's, dus het is niet gratis. Maar als je eraan meedoet, dan committeer je er ook aan. Ik denk niet dat het voor iedereen iets is. Ik denk dat de kinderen die zich ervoor inschrijven, ook vooral aangetrokken zijn door dat extra idee. En als het voor iedereen verplicht zou worden, dan valt dat extra weg. Dus dan is het sowieso al iets minder aantrekkelijk. Plus dat je er natuurlijk zelf zin in moet hebben en dat je het zelf leuk moet vinden om te doen. En dat als het verplicht wordt gesteld, dat niet altijd het geval is, denk ik. Ik denk echt dat het verschil met een aantal jaar geleden ook is dat het nu weer bijna nodig is om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Je hoort tegenwoordig over, ja, je moet er echt wat naast doen. De decentrale selecties, als jij alleen je diploma hebt, dan zeggen ze, wat heb je ernaast gedaan? En als je dan zegt, nou, ik heb alleen maar gestudeerd en ik heb heel hoge punten gehaald, maar verder niks. Dan zeggen ze, nou, dan vinden wij jou niet goed genoeg. Ik weet grote bedrijven als Shell en Siemens, die doen aan werving van potentiële nieuwe, hè, dat zijn dan vaak hbo's en academici, die zeggen, studenten met hoge cijfers, alleen, die vinden wij niet interessant. Wij willen studenten die in staat zijn om samen te werken. Wij willen studenten die in staat zijn om creatief te denken. Wij willen studenten die in staat zijn om out of the box te denken, die met verrassende ideeën kunnen komen. Wij willen studenten die in staat zijn om op een goede manier te communiceren. En dat willen we, dat ze laten zien dat ze dat kunnen. Dus waar is jouw portfolio? Wat heb je verder ernaast gedaan? En je ziet dat die tendens in het bedrijfsleven naar onder doorzakt en nu al bij de universiteit en de hbo speelt als het gaat om een decentrale selectie. Dus willen wij onze leerlingen kansen geven, zullen we moeten zorgen dat ze een goed gevuld portfolio hebben. En uiteindelijk denk ik, uiteindelijk doe je het dat het mensen worden die gewoon gelukkig in de samenleving staan. En al die ingewikkelde problematiek die wij op ons afkrijgen in de samenleving, dat ze daarover mee kunnen denken hoe je die moet handelen. Want daar doe je het uiteindelijk denk ik voor. En nou, ik denk dat dat begint bij misschien wel het basisonderwijs, maar zeker ook het voortgezet onderwijs.